6 oktober. Bijna jarig. Morgen is het 7 oktober, dan ben ik jarig. We zijn op de scooter gesprongen. Dit is Alfredo van de Veen. My best friend. En we gaan nu naar het World Fashion Center in Amsterdam. Ik ga eventjes langs Dimmen. Superleuk merk. En even kijken of ze iets leuks voor me hebben voor vanavond. Tuurlijk. Want ik vier mijn verjaardag vanavond. Gewoon heel relaxed. Oh, je mag hier stoppen, Fred. Je mag hier stoppen. Hoi. Hier is het hier parkeren. We gaan een hapje eten bij Pata Negra. Lekker tapas restaurantje in Amsterdam op de Utrechtse straat. Ik hou van tapas. En we gaan nu even kijken of ik een outfit kan scoren. Vast wel. En dan zie je straks meer van de dag. Een setje gevonden bij Given. Heel leuk setje voor vanavond, voor mijn verjaardagsetentje. Yes! Nou, het is nu 5 uur. En om 7 uur gaan we een hapje eten. En Alfredo van de Veen, mijn make-up artist en hairstylist, die gaat me mooi maken. Zoals je kan zien heb ik hier mijn clip in van Real Hair Online. En zoals je ziet is Alfredo mijn haar aan het toeperen. En dan klikt hij het erin. En dan blijft ze gewoon de hele dag, de hele nacht goed zitten. Hè, vet? Yes. Misschien kan je... Even op de plek waar die clipjes zijn, een kleine toepage aanbrengen. Misschien kan je kijken hoe ik het erin klik. Want we moeten natuurlijk op mijn verjaardag wel mooi lang haar hebben, hè? Ja, ja. Je hebt een paar clipjes. Drie clipjes. Zorg gewoon dat je een klein beetje toupeert in het haar. En dan klik je die daarna in die toupage erin. Dan weet je gewoon zeker dat het de hele avond goed zit. Ik kan headbangen. Ik kan alles ermee doen, het blijft gewoon zitten. Kunnen we naar rockfeest, schat? Yes. En Fred, je gaat straks ook nog mijn make-up doen, toch? Ja hoor. Leuk. Heb je al een idee wat je gaat doen? Een beetje verjaardagsmake-upje, niet te heftig. We gaan eens eten, dus we gaan niet te veel doen, dacht ik. Maar je mag er wel mooi als een lady uitzien. Jongen, die Alfredo, jongen, die maakt me toch altijd weer. Die maakt me dan weer mooi. Het komt echt door hem, hoor, dames. Het komt gewoon door hem. Eindresultaat komt later. Yay, tot dan! Bye. Ben je erbij zo? Ja hoor, kijk maar even omhoog zo. Make-up voor mijn birthday party. A la Alfredo. Eww. Welke camera moet ik nou inkijken? In welke lens? Nu daar. Kijk ik schil, dus ik moet daar in kijken. Oké, okay. Nou, we zijn nog steeds bezig om de verjaardag look te krijgen die ik wil. Dan gaan we straks lekker in de auto en dan gaan we naar de Utrechtse straat, naar Pata Negra. Ik heb het restaurantje uitgekozen omdat ik eigenlijk dol ben op tapas. Allerlei verschillende kleine hapjes en lekker stinken naar knoflook. I love it. Ik trek zo meteen mijn nieuwe fitje aan die ik bij Given heb opgehaald vandaag. En ik heb er zin in. Al mijn meiden komen. Maria, Kimmelien, Funda, Babette, Lori, Kelvin, mijn mannetje, Alfredo en ikzelf. Dus... straks meer! Ja, cadeautje voor Laura. Nou, zoals jullie weten was gisteren mijn verjaardagsfeestje. We zijn uit eten geweest bij de Pata Negra. Daarna hebben wij een drankje gedaan in de Okura in de Skybar. En daarna zijn we naar een secret bar geweest, Door 74 in Amsterdam. Dus ik heb helaas geen filmpjes meer van gisteren voor jullie gemaakt, omdat het te bloedgezellig was dat ik het eigenlijk helemaal ben vergeten. Maar nu is het 7 oktober en mijn laatste cadeautje van Beth en Fred. En ik ben heel benieuwd wat het is. Oh, we zitten trouwens nog home mee. We gaan even lekker sushi. Gaan we naar die bed. Gaat de bed. Fits easy. Wat de fuck is dit? Wat de fuck is dit, Fred? Wat de fuck is dit? Wat is dit? Ja. Taking self-portraits and videos has never been easier. En selfies thing! Is het een selfie? Selfies